Dat komt eigenlijk door een levenslange fascinatie voor om dingen te maken. Hè? En dat, ik weet eigenlijk nog wel een beetje hoe dat ontstaan is. Ik had een hele oude oom, die kwam altijd op zondag voorbij, zoals de zondagen in de jaren 50 waren. En die man die rookte voortrekkerstabak. Dat waren grote pakken, een wit papier met een wikkeler omheen. Hij had dan dat pak leeggemaakt, dat werd meegenomen, wit papier zo goed mogelijk uitgevouwen. En ik was dan een jaar of 4, 5. Ik werd op zijn knie gezet en dan ging hij met een timmermanspotlood boerderijen tekenen. En ik vond dat fantastisch, dat je op zo'n hele een soort van tover, ook in een tijd waarin er niet al te veel beelden waren, hè, direct na de Tweede Wereldoorlog. Je had bij ons in huis de Delftse Krant. Op de voorpagina stonden een paar foto's en achterop stond Erik de Noorman. Dat was wat je aan beelden kreeg. Dus het feit dat je die dingen zelf kon maken, dat je zelf afbeeldingen kon creëren, dingen over de wereld kon registreren, tekenen, dat vond ik fantastisch. Zolang als ik herinner, ben ik in mijn vrije tijd eigenlijk altijd met tekenen en schilderen bezig geweest. En dat heb ik nooit gekoppeld aan het kunstenaar zijn of kunstenaar worden. Dat heb ik trouwens lang volgehouden, hoor, om mezelf ook niet als kunstenaar te zien. De voornaamste passie, en dat is een passie die dus toen wakker werd en die ik nog steeds heb, is dingen maken die er niet zijn. De uitdaging van een idee dat zich verhoudt tot al die dingen die je in de loop van de tijd gedaan hebt, maar wat toch weer nieuw is, waarbij je toch weer het risico in loopt dat je wel eens aan de grens van je kunnen zit, die uitdaging steeds opnieuw aangaan. Dat is voor mij de aantrekkelijke kant van het kunstenaarschap. De techniek die ik nu gebruik, dat is eigenlijk de techniek van de laatste serie. Een serie die ik in 97 begonnen ben. De techniek die ik nu gebruik is olieverf. Eigenlijk op een redelijk klassieke manier. Ik kies voor olieverf omdat het is een verfsoort die langer nat blijft. En je hebt dus ook de mogelijkheid om in de verf door te schilderen in de natte verf, waardoor de kleur genuanceerder wordt dan bijvoorbeeld met acryl die snel aandroogt en waar elke penseelstreek dan uiteindelijk op de andere komt te liggen. Dus dat is een belangrijk punt aan die olieverf. Ik vind ook de olieverf een verf met een hele mooie kleurintensiteit. Het is een kleur met diepte. Een eigenaardigheid aan de meeste schilderijen van de laatste serie is dat ze eigenlijk opgebouwd zijn uit afzonderlijke doeken. En als ik zeg doeken, dan is dat ook maar gedeeltelijk waar, want elk verschillend beeld is aangebracht op een paneel gelijmd linnen. En ik doe dat omdat door paneel te gebruiken kan ik de grootte van de doeken heel precies vaststellen en veranderen ze ook in de loop van de tijd niet. Als je een klassiek raam gebruikt en daar waar je linnen op gespannen hebt, dan heb je de eigenaardigheid dat het linnen in de loop van de tijd slapper wordt en dat moet je bij gaan stellen. Dus zo'n doek wordt eigenlijk steeds een klein beetje groter wanneer je het strak wil houden.
door dat paneel te gebruiken heb ik dat probleem niet. En kan ik dus makkelijk een groot aantal verschillende doeken bij elkaar brengen die dan ook het formaat houden wat ik bedoeld heb, die niet reageren op temperatuur. Ja, de techniek is ook als ik het over techniek heb, dan heb ik het niet alleen over de verf, maar ook over de percelen. Ik schilder met een behoorlijk grote precisie, vooral de abstractie is heel precies. De figuratie, de landschappen en stadsgezichten of bloemen, die lijken, omdat ze heel sterk op foto's lijken eigenlijk preciezer dan ze feitelijk zijn. Als je dichtbij kijkt, dan blijkt toch ook zo'n landschap uit allemaal kleine veegjes, toetsjes te bestaan. En is er eigenlijk zelden of nooit een poging gedaan om precies een blaadje te schilderen. Om die precisie waar te kunnen maken, ben ik aan het begin van deze serie overgegaan van de ene penseelsoort op de andere. Vroeger altijd met varkenshaar. Ik schilder nu met de klassieke marter, waar je echt met een hele grote precisie mee kan werken. Ja. Dat is wat er zo ongeveer over de techniek te zeggen valt. Nou, misschien dat er nog een kleine toevoeging op is. De abstractie is misschien wat ongewoner dan het op het eerste gezicht lijkt. De meeste abstracte geometrische schilderijen, daar zijn de kleuren volslagen egaal. Ingeschilderd. Je gebruikt één kleur rood, één kleur blauw. Als je mij naar de verschillende kleuren kijkt in die abstracte delen, dan zie je, dat is vaak heel, heel onopvallend, maar dan zie je dat er eigenlijk voortdurend een verloop van licht naar donker in zit. Ik probeer ook die abstractie te schilderen alsof de alsof die vlakken door het licht gestreeld worden. En daar heb ik dus niet een techniek voor van heel langzaam vermengen van donkerder naar licht. Ook daar zijn die marters weer ideaal voor, omdat je daarmee kan schilderen zonder dat er een penseelstreek zichtbaar is. Je zit allereerst bij de keuze met de overeenkomst in onderwerp. Dus de keuze voor mij werd bepaald door het soort van schilderijen die ik zelf maak. En daar speelt heel vaak de natuur een bepaalde rol in, wel de gecultiveerde natuur. Ja, de eerste reden om voor dat schilderij van Wit-Oosten te kiezen is dat ik het gewoon een erg mooi schilderij vind. Hetzelfde als in de liefde. Je valt eerst ergens voor en daarna ga je je afvragen van wat er nou eigenlijk interessant of mooi aan is, wat je treft. Wat ik er interessant aan vind, waarom die koppeling van mijn schilderij met dat van Withoos voor mezelf interessant vindt. Het gaat dus allebei over een wat geconstrueerde natuurlijke omgeving. Het schilderijtje van Withoos is gelijktijdig een hele precieze studie van hoe bepaalde planten eruit zien. Maar het is ook een soort van droombeeld van de natuur. Dat dromen over de natuur, dat wordt nu ook gedaan. Het schilderij waaraan ik het koppel is een schilderij van een tropische kas. Een tropische kas heeft enerzijds die wetenschappelijke functie van planten uit bepaalde streken die bij elkaar worden gebracht.
Maar aan de andere kant wordt er ook altijd naar gestreefd om er een zo mooi mogelijke omgeving van te maken. Nou, bij Withoos, die durft de studie eigenlijk in een soort van droomlandschap te maken. Bij mij blijft het de soort van nuchterheid houden, de inventarisatie, de wetenschappelijke inventarisatie van dat soort van planten, dat je naar een schilderij kijkt waarop dat gedaan is, waarop in die tuin in ieder geval dat gedaan is. Ja, ik vond die verschillen in mentaliteit boeiend om bij elkaar te brengen. Ik denk dat ik het niet simpeler kan zeggen. Ik ben een beetje atypische kunstenaar. De meeste kunstenaars is het zo dat die hebben een soort van stijl. Op redelijk jonge leeftijd beginnen ze daarmee en dat ontwikkelt zich in bepaalde mate. Maar heel vaak kan je zeggen dat wat ze doen bijna een soort van variatie is op de invalshoek die ze ooit hadden als jong kunstenaar. Bij mij ligt dat anders. Ik voel me altijd een klein beetje verwant met een kunstenaar zoals Mondriaan. Die begint met de Haagse school. Die heeft een stuk of 4, 5 grote periodes. Om uiteindelijk dan de soort van Mondriaan te worden zoals iedereen hem kent. Nou, bij Mondriaan is dat allemaal keurig op een rijtje gezet. Dat zou bij mijn werk ook kunnen. Maar goed, dat is dus niet zo simpel om dat duidelijk te maken. Laat ik toch proberen om er iets over te zeggen. In de jaren 60 ben ik begonnen met vergeleken bij wat ik nu doe, simpele schilderijen. Abstract geometrisch en altijd gemaakt met systemen. Altijd een soort van telsystemen die ervoor zorgden dat een vorm precies op die plek komt te staan zoals het systeem aangeeft. Dus altijd, er zit eigenlijk een poging in om het toeval te doorbreken. Om binnen een schilderij een soort van logica te creëren. In ieder geval een logica waarmee het gemaakt is. Nou, dat doe ik nu nog steeds. Ik heb nog steeds een of systemen waarmee ik de abstracte vormen op hun plek zet. Of een soort van overwegingen waar die toch eigenlijk rationeel zijn. Hè? In het schilderij wat in het Prinshof die combinatie maakt, zijn een meerdere figuratieve beelden aanwezig. Wat is daar nou het rationele aspect aan? Ik zeg bij de figuratie, als je denkt aan een plek, als je een plek herinnert, dan herinner je je niet één beeld. Je bent eigenlijk een verschillende beelden aan het verzamelen. Nou, in zo'n schilderij breng ik bijvoorbeeld van eenzelfde plek verschillende momenten. Je kijkt naar beneden naar planten die tegen het pad aangroeien. Je kijkt op ooghoogte en je kijkt naar het dak, naar de dakconstructie van de kas. Dat is dus eigenlijk een hele simpele analyse van hoe wij waarnemen. Hoe wij informatie verzamelen. Nou, en ik zeg dan daarbij, dat is nog steeds een rationeel aspect in mijn werk. Dus dat rationele wat in de eerste instantie alleen maar
door systemen aangegeven werd, dat ben ik steeds meer gaan verfijnen. Maar ik heb er ook steeds meer aan toegevoegd. Ja, dus van het begin af aan, die eerste series, heb ik geprobeerd om te verklaren. Wat ik probeerde te doen in die schilderijen, om het te verklaren met te verwijzen naar de realiteit. Dus in die vroegste serie verklaarde ik wat ik deed door te zeggen de werkelijkheid bestaat eigenlijk uit een soort van weefsel van processen. Alles heeft de neiging om zijn eigen logica te volgen, de eigen eigenschappen. Nou, daar kan je een heel lang verhaal over maken, maar laat ik het beknopt houden. In die vroege schilderijen was het dus zo dat ik een drietal verschillende systemen, telsystemen, door elkaar heen liet gaan. Dus drie van die systemen hadden hun eigen logica. Alleen het totale beeld, dat onttrok zich aan dat het snel kunnen controleren van die wetmatigheden, van die regels. Nou, voor mij zit de werkelijkheid zo ook in elkaar. Alles gehoorzaamt aan eigen regels, eigen eigenschappen. Dus er is eigenlijk heel erg weinig toeval. Nou, dat is voor mij ook een reden geweest om uiteindelijk die bijna fotografische beelden toe te laten. Als ik zeg de abstractie is met systemen gemaakt, dus daarin kan je in principe alles berekend hebben, maar de werkelijkheid zit ook zo in elkaar, dan is elk werkelijkheidsbeeld dus ook het resultaat van processen, al kunnen we dat niet meer achterhalen wat voor processen dat nou precies waren. Maar de abstractie en de figuratie in mijn schilderijen, die zeggen dus eigenlijk precies hetzelfde. Wij zijn een weefsel van verschillende processen. Een weefsel waarin de afzonderlijke dingen ook heel sterk als afzonderlijke dingen aanwezig zijn. Hè? Als je naar die abstractie gaat kijken, dan is elke vorm is even helder. Ook als je een fragment van een vorm ziet, dan biedt het schilderij zoveel informatie aan dat je eigenlijk kan weten hoe die totale vorm er ook uitziet. Hè? En dat daar zit een soort van moreel besef, zou je kunnen zeggen, achter. Alle dingen die er zijn, die zijn op zich, in zich, compleet. En te respecteren. Nou, de betekenis van kunst in de maatschappij, alle mogelijke vormen van menselijke activiteit die gebaseerd zijn op een nieuwsgierigheid naar de wereld. Dus kan wetenschap zijn, filosofie, kunst. Al die dingen zijn noodzakelijk omdat die het bewustzijn van een samenleving in beweging houden. Hè, ik denk dat ik heb mijn eigen ideeën over hoe dat met beeldende kunst zit. De beeldende kunst heeft altijd een dienende functie naar de macht
toe gehad. Hè? Dat, in de middeleeuwen was het de kerk, de adel, daarna de burgerij. Altijd is de beeldende kunst gekoppeld geweest aan een ideaal van de samenleving. Hè? Dus waarom wilde de kerk nou dat die kunstenaars aan de gang gingen? Om dat lijdensverhaal zo intensief mogelijk te laten ervaren bij mensen. En op die manier ook zoveel mogelijk diep doorvoelde volgelingen te krijgen. Nou, in onze tijd ligt het nog net even wat anders. Het ideaal van onze samenleving, al denk ik dat het ideaal zijn grootste tijd gehad heeft als richtinggevend ideaal, is de vrijheid. Het belangrijkste wat in de tweede helft van de 20e eeuw van kunstenaars gevraagd werd, is dat ze die vrijheid ook toonden in hun werk. Ja, dat is iets wat heel sterk gewaardeerd werd. In de politiek was het ooit zo dat ook mensen die helemaal niks hadden met welke kunstvorm dan ook, die stonden wel op de bres voor de vrijheid van de kunstenaar. Dus de kunst was het uithangbordje van onze samenleving. En als ik zeg van dat die vrijheid heeft zijn langste tijd gehad als richtinggevend ideaal, waarmee ik dus niet zeg dat die vrijheid plotseling niet meer van waarde zou zijn. We zijn nu in een soort van samenleving gekomen waarin de vrijheid geen stimulans meer is voor de samenleving, maar een gevaar aan het worden. Er zijn een groot aantal mensen die kunnen niet met de vrijheid omgaan. Dus ik denk dat een ideaal zoals verantwoordelijkheid, het inzien dat alles wat je doet, dat het ook consequenties heeft naar andere partijen toe. Ik denk dat dat punt van die verantwoordelijkheid steeds overheersender zal moeten gaan worden, willen we die wereld een klein beetje aardig houden. En daarin kan de kunst ook een rol spelen. Als ik gemakshalve even terug ga naar mijn eigen werk. Mijn werk gaat eigenlijk voortdurend over het tonen van relaties tussen verschillende dingen, tussen verschillende momenten. Dat tonen van relaties. Zodra je weet dat je iets met een ander te maken hebt, dan gaat een vorm van verantwoordelijkheid ontstaan. Dus mijn schilderij wil eigenlijk voortdurend tonen dat niks volslagen incidenteel en op zichzelf staand is. Dat het voortdurend deel uitmaakt van grotere bewegingen, van grotere processen. Ja, ik heb erg weinig opleiding gehad. Hè. Met mijn 13e stond ik in de fabriek, met mijn 16e ben ik naar de avondacademie gegaan. Dat vond ik, de avondacademie in Den Haag, die vond ik na 2,5 jaar dermate vervelend worden dat ik weg ben gegaan. En toen was ik nog geen 20, toen ben ik voor mezelf gaan werken. Nou, dat was niet zo'n verschrikkelijk groot succes in eerste instantie. Wat ik deed, ik vond het eigenlijk allemaal even onzinnig.
Op een bepaald moment is daar een kentering in gekomen. En dat kwam door de ontmoeting met een Delftse collega-kunstenaar, Jan Hendriksen. Die werkte in die tijd meestal in New York, maar die kwam naar Nederland toe om een tentoonstelling te maken in het Stedelijk Museum Amsterdam. En Jan die maakte in een ruimte onder mijn atelier een reeks centerreliefs. En dat ging op een hele vrolijke manier. Hij had spaanplaat gekocht, allemaal vierkant, hetzelfde formaat meestal. Ging naar de markt toe om mooie stofjes te kopen en daar werden de spaanplaten mee bespannen. Daarna werden er simpele vormen met munten opgelegd. Hij had munt uit Curaçao, andere Zuid-Amerikaanse munten uit New York. En ja, die dingen die zagen er goed uit. En het werd op een uitermate vrolijke manier gemaakt. Hij had een paar assistenten zitten. Aan het begin van de dag werd er een krat bier naar binnen gedragen. Elke dag weer opnieuw. En als het bier op was, dan waren een aantal dingen af. En dan was het werk van de dag ook voorbij. Toen dacht ik, god, zo kan het dus ook. Maar ik zit zo niet in elkaar, dus dat was niet de echte invloed. Wel het bemerken van je kan op een hele andere manier kunst maken. Maar hij zei iets op een bepaald moment wat bij mij is blijven hangen. En dat was dat hij gefascineerd was door herhaling. En dat is een aanknopingspunt geworden voor mijn eigen werk. Als ik het heb over systemen. Dan die systemen in mijn vroegste schilderijen, dat waren vierkantjes die over het hele vlak dezelfde afstand herhaald werden, maar waar dan verschillende kleuren in zaten en verschillende kleurontwikkelingen. Maar eigenlijk werd voortdurend eenzelfde patroontje herhaald, wat langzaam van kleur veranderde, waardoor toch elke plek op het schilderij er anders uitzag. Maar ik zou dat waarschijnlijk niet snel gedaan hebben zonder die ontmoeting met Jan Hendriksen. Dus dat is een moment geweest dat ik echt precies vast kan stellen wat de invloed was. Vaak is dat veel moeilijker om precies na te gaan. Ik heb voor mezelf het uitgangspunt dat alles wat je raakt, dat is in wezen een vorm van invloed. Dat kan heel nadrukkelijk zijn, maar op een of andere manier komt dat in je werk terecht. Hè? We maken allemaal deel uit van eenzelfde cultuur. En wat is cultuur nou eigenlijk? Cultuur is wat we delen. Dus daarin heb ik op verschillende manieren, soms ook wel weer duidelijke invloeden ondergaan. De schilderij die ik nu maak, omdat er zulke precieze figuratie in zit. Daardoor koppelt iemand, zal iemand het nooit aan bijvoorbeeld minimal art koppelen. Minimal art, dat is dan, zijn ook vaak objecten met precies dezelfde vormen en grootte die gestapeld zijn. De stapelingen die ik maak in mijn schilderijen, zijn eigenlijk een hele eerste minimalistische ordening. Een smal doek, een brede doek, weer hetzelfde smalle doek daarop, met een brede doek erop. Dat is een soort van invloed die uit de minimal art komt. Waarbij ik me zou vragen, van, zou ik dit wel gedaan hebben
als ik die minimal art niet zou kennen. Nou, zo zijn er tal van dingen. Mijn werk is de laatste 12, 14 jaar steeds fotografisch geworden. Ik heb ook een echte interesse in fotografie ontwikkeld in de loop van de tijd. Dus misschien is het de overtuigingskracht van een aantal fotografische beelden die er mede voor zorgen dat die schilderijen van mij als fotografie als een echt ingrediënt hebben. Maar het is altijd moeilijk om vast te stellen wat je gedaan zou hebben zonder die invloed zoals ik hem nu benoem. Ik heb een interview met Anck Leeuw Marcaar begin jaren 70. En toen maakte ik echt volslagen abstracte geometrische schilderijen. En in het interview zeg ik van ik hoop te eindigen als stillevensschilder, maar wel trouw aan de soort van beginselen. En die soort van beginselen waren dus die rationele invalshoek. Aan de soort van beginselen die ik nu heb. Dus los van de invloeden waar ik het over heb, minimal art of fotografie, kondig ik op dat moment die interesse en die ontwikkeling in mijn werk al aan. Maar het is tegelijkertijd een streven wat in je zit. En je ontkomt er niet aan dat streven gevoed wordt door wat er in de wereld verder gebeurt. Wat er in de kunst verder gebeurt.